Open de borst. Trek je bovenarm iets naar achter. Til je hoofd. Maak je nek lang. Je achterhoofd in lijn met je rug, je schouderbladen, het heiligbeen. En dan zet je je handen op je bovenbenen. Blijf lichte druk geven, zodat je blijft opstrekken. En dan sluit je je oog keer naar binnen. Kijk naar de beweging van de adem. Dus waar beweegt je lichaam? Welke delen bewegen als je zo ademhaalt? Dus neem dat waar, zonder er iets aan te veranderen. Hoe is het ritme van de adem? Ga dan met je aandacht naar je gezicht. Voel je wangen. Maak ze zacht. Je kiezen zijn los van elkaar. Je tong is onder in je mond. En dan zet je je handen voor de borst. Raak met je duimen het borstbeen aan, met je borstbeen je duimen. Dan zingen we samen één keer. De klank. Om. Adem in. Adem weer in. Til je borst en buig met je hoofd voorover naar je hart. Begroet je hart. Dan neem je je handen terug. Zet je hoofd recht op. En open je ogen. En dan beginnen we vandaag met een liggende beenstrekker. En daar heb je een riem bij nodig. Of een sok thuis als je niet meteen een riem hebt. Die hebben allemaal een riem naast je liggen. Kom eerst liggen op je rug. Met je nek en hoofd op een deken. Zodat je je nek lang houdt en je kin een beetje in contact met je borst. En strek de benen eerst uit. Likken. Ontspannen en ademen.
En dan buig je beide knieën. Buig beide knieën, zet de voeten op de grond. En breng je rechterknie naar je borst. Doe de riem om je rechtervoet. Je hebt zo de bal van de voet, zo net onder die bal, doe je die riem. En duw met je voet in de riem. Strek je been langzaam uit. Dus je maakt een soort rechte stok van je been. De knie is daarin. En bij de een kan dat in een hoek van 90 graden. De ander moet die hoek wat groter maken, de riem wat laten vieren. Om een recht been te krijgen. Strek de binnenhiel weg omhoog. Zodat je kleine teen jou ook weer aankijkt. En spreid de tenen, strek de tenen. En hou de riem in twee handen, zodat je borstbeen ook open blijft. Dus niet de handen bij elkaar, maar de handen in lijn met de schouders. Iedere keer ook je handen uit elkaar, zo, zodat je je borst opent. En soms krijg je een soort kramp in de vingers, omdat je te hard trekt. Dat is niet de bedoeling. De actie zit meer in de voet dan in de handen. De handen sturen. En langzaam strek je je linkerbeen uit. Schuif de hiel weg over de grond. Strek ook die hiel weg. De tenen omhoog. De tenen lang. Alsof je tegen een muur duwt. Ik zie nog wel veel spanning in vingers. Kun je dat wat loslaten juist? Waar de actie zit in je armen is aan de buitenkant van je schouderkoppen. Trek die langzaam naar de grond. En je kunt werken met de armen gestrekt. Dat is prima. Dan werk je wat actiever met je schouders op. Of de ellebogen op de grond. Dan zijn je armen en je schouders meer ontspannen. Duw je voordij, dus de spieren die je voor je ziet, naar de achterdij. Zodat het been aan de achterkant gaat strekken. De spieren over de knieholte, de achterdij, gaan verlengen. Dan komen we langzaam terug. Buig je knieën en leg de benen weer even naast elkaar. Voila. Strek je benen uit. Je voelt een verschil tussen de twee benen. En dan doen we het andere been. Dus begin weer met twee gebogen benen. En doe de riem nu om je linkervoet. En strek het been uit.
Hou die rechter nog even gebogen, zodat je eerst werkt aan het lang maken van het linkerbeen. De achterkant helemaal gaat strekken, doordat je de voordij naar de achterdij doet en je hiel omhoog strekt, je tenen lang maakt. En begeleid die riem met je handen, je vingers, zonder daar spanning op te zetten. En hou je linkerbil op de grond. Dus linkerbil wil terug naar de grond, is zwaar. En dan strek je je rechterbeen uit. Schuif de hiel weg, de tenen omhoog. Open je knieholte. En als je met je armen gestrekt werkt, dan trek je de buitenkant van je schouders weer richting de grond, zodat je de borst spreidt. En als je de elleboog op de grond hebt, duw je die nog wat meer op de grond. Dan voel je ook ruimte bij je borstbeen, je sleutelbeen, de zijkant borst. Voel je linkerbil weer naar de grond gaan, terwijl het been omhoog gaat. En je rechterbeen is uitgestrekt. En het laatste stukje verlengt iedereen zijn armen. Dus rijk uit alsof je die voet gaat pakken. Helemaal omhoog loop je langs de riem. De riem is een verlengstuk. Eigenlijk wil je met je vingers die teen pakken. Daar kunnen we niet bij, maar daar reik je naar uit. Dus je armen zijn gestrekt. En dan kom je weer terug. Buig de knie. En lig met twee benen naast elkaar, ontspan. En dan buig je beide knieën, laat de riem maar los. En neem de knieën richting je buik, je borst. En pak je knieholtes even vast. Trek de knieën ietsje uit elkaar. En voel je rug strekken over de grond. Misschien komen je billen en je onderrug ook iets van de grond. Trek je knieën richting je schouders. Tot je die strekking in de rug voelt.
En dan verleng je nog een keer je benen, terwijl je je handen zo op je benen laat. Dus strek de benen weer uit en dan glij je je handen misschien wat omlaag langs je dijen. Dat is prima. Vul je handen met je dijbeenspieren. Dus duw tegen die handen aan. En strek de hielen weer uit. Strek de hielen omhoog. Dus misschien gaan je benen wat meer over je heen. Doordat je aan die benen trekt, misschien is daar geen ruimte en ben je al op je grens. Je voelt sowieso de lengte van de achterbenen, de lengte van de rug. En dan kom je weer terug. Buig de knieën. Zet de voeten op de grond. En dan rol je naar je rechterzij. Blijf maar zitten, Lisbeth, want we komen omhoog. Rol je naar je rechterzij. En vanuit daar zet je hand neer. Kom je terug tot zit. Zit je rechtop. En dan komen we een moment staan. Dan werken we nog iets langer aan die achterbenen met die staande houding. Als je eenmaal staat, neem de armen zo langs je lichaam, de vingers. Het stroomt allemaal door. Hè? De vingers doen ook mee, zeg maar, op de ruimte tussen de vingers. Je voeten staan recht naar voren, onder je heupen. En dan doe je een klein stapje naar voren met je rechtervoet. En dan gaat je linkervoet misschien vanzelf een beetje naar links. En anders doe je dat. Dus niet helemaal zo, maar een klein stukje naar links. Dat geeft iets meer stabiliteit. En zet dan de handen op de rug. En leun op je achterste hiel. Dus je gaat een stukje naar achter. Het been is gestrekt. Beide benen gestrekt. Hou je voorste tenen in de grond. En dan buig je voorover. Buig voorover. Kom met je romp horizontaal over het voorste been. Handen in de zij, ellebogen omhoog. En hou je hele rug lang. Hou je hele buik lang. En duw met je grote teen in de grond en kom weer terug omhoog. En dan wissel je. Dus je zet je linkerbeen voor, je rechter achter. Dus een halve meter, niet de grote afstand. En zet je handen weer in de zij. Neem de ellebogen een beetje naar elkaar toe. Dan voel je de rug al een beetje hol worden. En kijk ook maar even schuin omhoog. Duw je achterste hiel en buig voorover. Breng je romp horizontaal. Kijk, je schuin voor je. En dan draai je je neus naar de grond. Maak je je nek lang. Voel je achterhoofd in lijn met je rug. En je buik lang. En dan kom je weer terug. Duw je voorste voet. En dan sta je weer rechtop. Stap naar voren. En dan doen we het nog een keer. Pak nu je ellebogen vast op de rug. En stap weer met rechts naar voren. En trek een beetje aan je ellebogen. Dus dat dit gebeurt, juist niet. Je trekt omlaag de schouderkoppen weg. Sta op je achterste been. En buig voorover. Dus ook nu hou de schouderkoppen weg bij de oren. Maak je hele buik lang, lang, lang. Je blijft in lijn. En nu ga je nog een stukje verder. Je ziet je grote teen voor je. Maak die lang. Draai je kruin naar die teen. Je neus naar je been.
Als het goed is, voel je weer die achterkant van je been strekken. En kom terug, duw grote teen in de grond. Sta weer rechtop. Neem de arm even terug. En stap naar voren. En stap met rechts naar achter. En pak weer je ellebogen, maar nu andersom. Andere grip. Het is misschien handig om de gladde doek eraf te doen. We vleien het uit. Oké. Ja. Pak weer je ellebogen vast achter je. Breng het gewicht naar je achterste voet. Duw en buig voorover. Maak je buik lang. Dan ga je verder. Kijk naar die grote teen. Draai je kruin naar die grote teen. Je neus naar je knie. Je rug helemaal lang. Je buik lang. Dan kom je weer omhoog. Duw in de grond. Sta weer rechtop. En stap naar voren. Laat de handen los. En dan sta je in het midden van de mat. Adem in, neem de armen omhoog. De handpalmen kijken naar elkaar. Uit. Weer terug. En open de handen naar buiten, spreid de vingers. Laat de ruimte tussen de vingers ook toe. En de armen gespreid. Helemaal open. En omhoog. De palmen naar voren. De armen langs de oren. En je wilt hoger en hoger met de armen. De schouders bewegen, uitstrekken. En op de uitademing ga je weer terug. En dan gaan we weer iets op één been doen. Voor de balans. De handen maar in de zij. Stap naar voren met je rechterbeen. En til je achterste been. En blijf staan. Dus de tenen wijzen naar de grond. Strek dat achterste been weg. En kom weer terug. En wissel van been. Dus rechts achter, links voor. Je begint zo je stap naar voren en til je rechterbeen. Je staat op links en je tilt rechts. Oefen de balans. Je handen zijn in je heupen. Draai de heupen in lijn met elkaar. Kom weer terug. Stap naar voren. We staan weer op twee benen. Nu is een alternatief. Als je je niet veilig genoeg voelt, zet je je handen op de muur. Dan til je zo mee. En anders doe je dat los. Dus nu doen we het met de armen omhoog. Stap naar voren met rechts. En til links. Je gaat even schuin naar voren. Voel de lijn van je vingertoppen naar die achterste tenen. En kom weer terug. De armen terug. En voel hoe je ademt. Je houdt je adem misschien toch een beetje vast. Nu stroomt het weer door. En dan doen we nog andersom. Dus neem je armen weer omhoog. En stap met links naar voren. En til rechts. En zoek de balans. Tik de muur aan als de balans er niet is. En
En dan kom je weer terug. Ook kom de armen weer terug. En dan sta je weer op twee benen. Dan hebben we nog de blokken. Die doen we als laatste bij de staande houding. Pak je beide blokken. Zet je handen op de blokken. En je 30 centimeter de handen onder de schouders. En je voeten achter de blokken. En kijk naar de grond onder je. Breng het gewicht naar je hielen. En dan juist naar je voorvoet. Hou het gewicht een beetje op je voorvoet en loop met de blokken verder naar voren. En nog ietsje verder. Je armen gestrekt zijn, de oksels, de schouders. Breng het gewicht ook weer op de hielen. En kijk nu naar de grond onder je. Dat weet je misschien al. Breng je oren langs je armen. En kijk meer naar je voeten. Tussen je benen door. En dan kijk je weer naar de blokken. Loop naar voren. En blijf nog even hier. Blijf nog even hier met je handen op de blokken. Til je rechterbeen weer omhoog. Handen op die voet. Draai de teen naar de grond. Je staat op links en je tilt rechts een stukje op. En dan wissel je. Zet deze voet terug. En til links, sta op rechts. Draai de tenen naar de grond. Goed. En doe rechts nog een keer. Wissel je van been. Wissel nog een keer. Dus sta echt op dat standbeen als je dat andere been tilt. En kun je dat standbeen weer strekken? Duw de dij naar achter. Juist. En kom weer terug. Zet je handen in de zij. Kom langzaam overeind. En dan sta je weer rechtop. En dan eindigen we met de houding Brasarita Padottanasana met de spreidstand. Zet je voeten zo aan de achterkant van je mat in een spreidstand. En de blokken op de mat aan de maximaal aan de voorkant van je mat. En zet ze zo op elkaar. En dan je handen in de zij. Zet je voeten recht naar voren, de tenen recht naar voren. Buig voorover. Plaats je handen op de grond of op de blokken. Als je op de grond kan, op de grond. En neem je voorhoofd op die blokken. En soms is het veel te diep. Doe je benen uit elkaar in de kloof. Bijna uit. En op de mat. Ja. Spreid je benen. Hoe meer je spreidt, hoe dieper je buigt. En anders is je hoofd weer in de lucht. Dus ook prima. Dan maak je je nek lang. En ik zei, je voorhoofd breng je je kruin naar het blok. Dus dan gaat hij waarschijnlijk een slagje lager. Dus ook. Juist. Dus voel dat je nek lang is.
sta ook weer op je voorvoet, niet alleen op je hielen. Dus je doet eigenlijk met je hoofd een soort kopstand, terwijl je benen nog op de grond zijn. Dus spreid je benen maximaal. Paula ook. Oh ja, ik zie het. Ik zag het niet goed. Ja. En neem de blokken iets dichter naar je toe, als ze nog ver bij je vandaan zijn. Als ze gewoon alles op de mat staat, is het prima. En vind een moment van rust, van stilte in deze houding. Waar je nu bent, is goed. Dit is jouw balans op dit moment. En dan kijk je weer langzaam voor je, kom je weer horizontaal. Zet je handen onder je schouders op de blokken of op de grond. Gebruik ze als ondersteuning. Kijk weer voor je, Else ook, kijk voor je. En dan komen we zo, ja, dus wat Annette doet is wel heel goed. Dat je even wat meer omhoog komt, je handen op de blokken duwt. Dus zet de blokken naast elkaar, je handen erop. Echt halverwege. Voel je voeten, je benen. Kun je nu vanuit hier je handen in de zij zetten. Anders buig je de knieën iets. En duw de voeten in de grond. En kom met een rechte rug weer omhoog. En dan zet je de vingers voor de borst. En sluit de benen. Ja, dus soms moet je je benen wat meer bij elkaar, dan zit er meer gewicht op je. Ja, dat moet niet. Oké, dan gaan we terug naar de grond. En rust eerst uit in de Mountain Child Pose. Wat uit elkaar. En je rond tussen je benen voorover. En wil je liever rechtop zitten, dan doe je dat. Zit je op je knieën rechtop. En dan kom je terug overeind. Zit je weer rechtop. Strek je benen uit naar voren. Je komt zo te liggen op de rug. Met je armen achter je hoofd. Dus als je bij de muur ligt, zorg dat je niet te dicht bij die muur ligt. En je armen gaan op de grond of op een verhoging. Dan ook je handen op de rol. En als de grond te ver is. Is de grond niet te ver, dan ligt je arm gewoon achter je op de grond. Spreid de armen iets. En door weer die armen achter je te strekken, de schouders, de oksels te strekken, je stimuleert steeds de hartmeridiaan. Dus word je wat onrustig met ademhalen,
dan neem je als eerste je armen terug en blijf je gewoon meedoen. Want we brengen de benen nu in kleermakerszit. En neem je rechter scheenbeen aan de voorkant. Buig je knieën en breng de schenen over elkaar. De rechter scheenbeen aan de voorkant. Laat de knieën weer dalen. En doe die kruising van de benen zoals voor jou het meest natuurlijk, het meest comfortabel voelt. De een neemt de voeten heel dichtbij, de ander ver weg. Wissel nu de schenen en leg je andere scheenbeen aan de voorkant. En schuif nu je knieën iets dichter naar elkaar toe. Dus nu gaan we de kleermakers iets veranderen. Iets minder dan hoe jij hem uit jezelf doet. Schuif de knieën meer naar elkaar toe. Dus de voeten gaan wat meer opzij. En neem je armen weer terug langs je lichaam. En zet je voeten op de grond. De knieën raken elkaar. De voeten iets wijder. En til je bekken een moment omhoog. Til je bekken op. Je heupen, je rug. En leg de rug weer neer. Strek je benen een moment uit. En dan neem je nog een keer de benen, de schenen gekruist met weer het rechterbeen aan de voorkant. En schuif ook aan deze kant de knieën dichter naar elkaar toe. Knieën naar elkaar, dan gaan de voeten als vanzelf verder opzij. En soms gaan de knieën er ook van omhoog. Laat dat gebeuren. Je voelt de opening aan de binnenkant van je heupen. De rek
aan de binnenkant. Sommige heupen kunnen niet zo naar die kant buigen. Als je steken voelt, dan doe je het niet. Dan blijf je waar je nu bent. Neem de armen nog een keer achter je hoofd. Strek nu je rechterbeen uit en leg je linkervoet op je rechterdij. Laat de knie weer naar buiten vallen. Wissel van B. Je moet een beetje harder praten. Wissel van B. Linkerknie op je. Je rechterknie op je linkerdij. Dan neem je die been weer terug. Leg de benen weer naast elkaar. Leg die benen weer naast elkaar. Neem je armen terug. En neem nog één keer je rechtervoet op je linkerdij. Hetzelfde als net. En pak die voet nu vast met je linkerhand. Is het veel te ver, dan gebruik je de riem die je naast je hebt. Die riem om je enkel. Doe dat allemaal maar. Dat geeft wat meer rust. Dus dan hou je de riem vast en je laat de knie weer zakken opzij. Leg de voet op de dij en laat die knie openen opzij. Misschien heb je ruimte om die voet nog iets hoger over de dij te trekken. Misschien niet. Ja. En doe ditzelfde ook nog aan de andere kant. Dus laat deze weer los. Leg je linkervoet erop en hou die voet vast met die riem die om je enkel is. En kijk hoe ver hier die knie naar de grond gaat of wil of niet wil. Je ontdekt het verschil tussen de twee openingen van je heupen. En dan laat je deze ook weer los. Leg de benen naast elkaar.
En neem dan de knieën naar de borst. Buig je knieën. En pak je knieholtes weer vast. Voel de rug uitstrekken. Je knieholtes pak je. En dan gaan we vanuit hier naar de happy baby. Daarvoor trek je je knieën wat verder uit elkaar. En breng je voetzolen omhoog. En pak met je handen je voetzolen. Aan de binnenkant of aan de buitenkant. Trek die voeten naar de grond. Je knieën buigen eigenlijk naast je lichaam. Richting de grond. En sommige voeten kunnen zo omhoog blijven. Andere willen liever de voeten naar elkaar toe. Dat kan ook. Dus of zoals Ineke. Of zoals Jacqueline, die naast de, zoals jij het zelf doet. En je rug en je nek liggen los op de grond, ontspannen op de grond. En soms is er voor de ruimte beter om één been tegelijk te doen. Dan strek je je linkerbeen uit en doe je dit met één been. In de happy baby wordt de rug helemaal lang gemaakt. De rug krult een beetje. Je staartbeen komt misschien ook van de grond. Dat is prima. Of zelfs de tweede en derde onderrugwervel. En zijn je armen te kort, dan pak je weer je knieholtes. Dat kan ook prima. Trek je die naar de grond. En dan laat je weer los. Laat je voeten los. Zet ze op de grond. Strek de benen uit en voel maar. Dan buig je je knieën. Zet je voeten weer op de grond. Rol rustig naar je rechterzij. Blijf daar heel even liggen. Voel je rug. Trek je rug weer hol of bol. Als jij je knieën optrekt. En dan duw je jezelf terug tot zit. We hebben de rug helemaal klaargemaakt voor
de bijna laatste houding, Paschimottanasana, de vooroverbuiging. En je witte kussen en duw die in je buik. Eventueel zit je, als je nu al je onderarmen trekken, zit dan op een laagje deken ietsje hoger. Thuis heb je misschien niet zo'n rol of wel een kussen. Duw het in de buik. En als dat, ja, duw dat in de buik. En je armen omhoog. En adem uit en buig voorover. Draai je hoofd naar het kussen. Zit je voorhoofd op vuisten, als dat prettig is. Of in je handen, dan gaan de ellebogen op de rol. En anders misschien je voorhoofd uiteindelijk op het kussen. Eerst rijk je uit naar je voeten en dan na een paar ademhalingen laat je het los. Laat je benen ook los. Laat je armen los. Buig voorover. Laat de zwaartekracht het overnemen. Behalve als je nu steken in je rug voelt, dan ga je niet rond en bol, maar blijf je voor je kijken. Doe dan het gewicht in de benen. In alle andere gevallen, maak jezelf rond en bol. Buig over dat kussen, over je benen. Voel dat de buikorganen wat geperst worden, wat gemasseerd worden door het kussen. Zit het kussen je uiteindelijk in de weg, omdat je nog dieper wil, dan gaat hij eraf. Je wervelkolom buigt voorover. Je hart wijst naar de grond. En dan kom je langzaam terug omhoog. Roel jezelf weer op je armen een moment mee omhoog. En adem uit. En weer terug
aan de rolweg. Je zit nog met je benen naar voren. Neem beide benen een moment naar links. Dan neem je je linkerarm omhoog en draag hem naar rechts. Zet je hand op je rechterbeen. Zet je rechterhand achter je. Draai rond de wervelkolom. Eventueel zet je je achterste hand op een blok. Goed kop. Zodat je jezelf recht op je hangt. Niet op die achterste hand, maar je draait rond de weer opgaande wervelkolom. Waar je ademhaalt. Je buik beweegt mee met de adem. Laat je linker wil zakken in dat gat tussen je voeten en de andere wil. En adem uit. Kom weer terug naar het midden. Wissel de benen naar de andere kant. De voeten rechts van je, de knieën recht naar voren. Neem je rechterarm omhoog. En draai naar links. Pak je linkerbeen. Zet je linkerhand achter je. En blijf boven je heupen. Dus hang niet naar achter. Draai. Laat de rechterbil zakken naar de grond. Draai rond je as naar links. Kijk vanuit je ooghoeken over je linkerschouder. De adem gaat, voel waar je beweegt. Op de uitademing. Kom je weer terug naar voren. Neem je benen naar voren. En dan is het alweer ruim tijd voor de eindsavasana. Dus je legt jezelf op je rug. Neem de deken onder je nek en hoofd. Niet al te dik, maar een klein laagje. Spreid je benen uit. Die is waarschijnlijk niet nodig. Rol op je rug. Laat de benen los. Laat je armen los. En geef je rug aan de grond. Als je niet kunt ontspannen, doe de rol onder je knieën. Het helpt om de rug los te laten. Je achterhoofd gaat in de deken. Je ogen zacht. In de richting van je achterhoofd. Ontspan je huid. Je huid, je voeten, je tenen. Je handen, je vingers. Geef je op.